Na afloop van de raadsvergadering spraken we nog even met Rick van Veldhuizen, die een overstap maakte van de VVD naar LEF. En dat staat voor Liberaal Elbeurs Verbond. Voor hem een uitdaging misschien, maar hij geeft daar zelf zijn mening over. Toch even een schok ging er door de raad heen. Want ik denk, LEF, je hebt LEF, moet ik eerlijk zeggen. Ja, de een zal zeggen je hebt LEF en de ander zou zeggen jammer. En de volgende zal er weer iets anders over vinden. Dat is altijd een hele moeilijke afweging die je hebt, want je bent trouw aan een partij. Maar weet je, in een huwelijk, hoe goed en mooi het ook is, kan het wel eens voorkomen dat beide partijen eigenlijk zeggen van ja, weet je, we zijn misschien toch een beetje hier even niet meer goed met elkaar. Niet goed genoeg om in ieder geval met elkaar het bed te delen. Laten we gewoon vooral als waardige mensen verder gaan en elkaar de ruimte gunnen en de gelegenheid te gunnen. En dat is nu wat er gebeurd is. Ik begrijp best, want er kwam ook emotie boven waarvan ik denk van, nou, Rick van Veldhuizen, dat zien we niet vaak. Nee, het heeft me ook echt wel wat gedaan. Ja. Ik heb er ook heel lang over nagedacht. Ik moet zeggen dat ik het pas 24 uur geleden besloten heb. Het is voor mij een hele moeilijke keuze geweest, maar een oprechte keuze. En voor mij is het allerbelangrijkste. Ik had het gevoel dat ik de afgelopen maanden niet meer toekwam aan mijn politieke handwerk. En ik vind dat het leukste van allemaal. En wat er in de achterhoede gebeurt, dat is niet voor de kiezer. Daar heeft de kiezer die voor op ons gestemd. En daar wilde ik van loskomen. En ik voel me eigenlijk wel een beetje relaxed nu. Ja. Want het zal best moeilijk zijn. Op dit moment heb je geen achterban. Hoe ga je dat in de toekomst straks doen? Ja, ik heb wel een achterban, want ik heb namelijk met heel veel voorkeurstemmen mijn plek weten te bemachtigen binnen de raad. Op enkele tientallen na was het net niet genoeg om de kiesderde te halen. Dus ik heb bijna zo goed als mijn eigen zetel. Ik heb, laat ik zo zeggen, 80%, 85% van die zetel is van mij. Die heb ik zelf gehaald. Dus er is wel zeker een mandaat. Dus er zijn wel zeker mensen die daar bewust op mij hebben gekozen, terwijl ik de nummer 2 was. En terwijl de stemmen natuurlijk altijd eerst naar de nummer 1 gaan. Dus ik denk dat ik wel voldoende achterban heb om hiermee aan de slag te gaan. Maar ja, ik wist het 24 uur geleden ook nog niet. En ik heb daar heel lang over na zitten denken. En als je op een gegeven moment dan weer het gevoel hebt dat je met de politieke handwerk bezig bent, dan verzin je een leuke naam. En dan verzin je ineens de mooie link. Hè, want het is eigenlijk, als je het afkorting maakt, is het Hebreeuws. Nou, dat past prachtig in het Elburgse plaatje. Hè, waar heel veel ruimte is voor de Joodse geschiedenis. En ik wil niet zeggen dat ik daarmee volledig van kleur verschiet en verander. Maar ik heb ook mijn algemene ontwikkeling gehad. En ik weet ook waar het vandaan komt. En ik denk dat is er toch een bepaalde mate van verbondenheid die je dan met Elburg wilt hebben. Ja. Er was nog één vraag van, weet de landelijke VVD hiervan? Ja, ik heb ze gevraagd hoe of wat. Ik heb gevraagd naar constructies. Ik ben niet uniek. Laat ik het zo zeggen. Er zijn wel meer mensen die landelijk VVD stemmen en lokaal toch net iets anders. Weet u, politiek is mensenwerk. Je moet wel met elkaar goed aan de slag kunnen gaan. En ik ben ook een mens. Ik heb ook heel veel tekortkomingen. En dat kan er ook toe leiden dat mensen het moeilijk vinden om met mij samen te werken. Hè? Want het ligt niet altijd aan de ander. Het kan ook net zo goed aan jezelf liggen. En ik ben natuurlijk iemand die heel makkelijk kan zenden en heel makkelijk zijn verhaal kan doen. En dat kan wel eens ongemakkelijk zijn. Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dan wil ik graag niet meer mensen voor de voeten lopen. En ze zelf de kans geven om tot ontwikkeling te komen, tot wasdom te komen. En ik wil weer gewoon het politieke handwerk gaan doen. Ik wil me in gaan zetten weer voor Elburg. Heb ik de afgelopen 3-4 maanden echt veel te weinig kunnen doen. Ik was veel te veel bezig met randzaken. En daar ben ik eigenlijk blij dat ik daarvan af ben. Ondanks het feit dat ik echt serieus, tot diep in mijn hart, heel erg lastig is geweest voor mij hier om deze keuze te maken. Want het is al nu wat. Ben ik nu 58, dus ik ben eigenlijk al 46 jaar lang een echte liberaal /VVD'er. Dus dan doet het wel pijn. Liberaal blijf je. En wat ik mooi zag ondertussen tijdens de raadsvergadering, even gekeken natuurlijk op Facebook, dat je heel veel steunbetuigingen krijgt. Hoe voelt dat? Dat ga ik meteen even lezen. Nee, maar ja, luister, weet je wat het is? Soms vergeet het wel eens, maar de VVD is een liberale partij. En wie liberaal gaat lezen, snapt dat een liberaal voornamelijk uitgaat van het eigen denken, mits dat binnen de regels blijft die we met z'n allen hebben gesteld. Dus eigenlijk doe ik nu niks contrair
het gevoel wat de VVD heeft van huis uit. De liberale partij snapt dat op een goed moment het eigen denken belangrijk is en dat je daar iets mee moet gaan doen. En dat is wat ik aan het doen ben. Eigenlijk hanteer ik het handvest van de oprechte liberaal. En ik wens de VVD ongelooflijk veel succes met hun nieuwe raadslid. En ik ben ze eeuwig dankbaar voor alle mogelijkheden die ik heb gekregen. En wie weet komen we elkaar weer tegen. Want ik ken ook huwelijken die even uit elkaar zijn gegaan. En even later denken ze bij zichzelf, wat heb ik toch gemist? Wat heb ik haar of hem toch gemist? En dan uiteindelijk knuffelen het gewoon weer af. Ik wens je heel veel succes. Dankjewel. Dankjewel.